Het is weekend in het Duitse Hückelhoven. Zoon Miguel heeft er 2 nachtjes gelogeerd, samen met zijn dochtertje Jevaina. Ze heeft net haar ochtendslaapje gehad. Oma. Hey, lekker mokkel. Hey, lekker mokkel. Ze doet het goed. Huh? Bijna 7 maandjes, hè? Ze is aan de dikke kant. Dus oma, zo'n heel... kleine dikkertje is het, hè? Papa? Ja, in het begin was het wel wennen. Ik kon het zelf nog niet eens beseffen, maar nu ja. Gaat goed. Ze eet goed. Ze groeit goed. En het gaat veel sneller. Ja, ze doet het echt goed. Ze slaapt lekker door. Voor je het weet gaat ze al lopen. In het vaderschap groeien wel, hè. Als ze goed in het groeien is en gezond is, dan merk je aan jezelf ook dat je gegroeid bent, hè. Het is wel pittig voor hun twee, hoor. Ze hebben toch die kleine meid en ze werken. En Shai werkt ook veel uren, tot 's avonds laat. Maar ze doen het allebei goed. Nee. Miguel werkt in Nederland en ook de kinderen gaan nog in Landgraaf naar school. En dus hebben Rob en Tyla het plan opgevat voor een tweede familiehuis. Als het goed is, gaan we dadelijk naar een paar huizen kijken. Oma is hier om op te letten op de... De bende van ellende. Ja, zo goed. Nee, kunnen we niet mee. Kunnen we niet mee. Nee. Oma... Nee, jullie blijven bij mij. Ja! Jullie blijven bij oma. Oma heeft... Ik heb een paar kettingen gehaald, dus... komt helemaal goed. Nou, we willen in Nederland eigenlijk kijken voor een huis, omdat voor de kinderen vooral, hè, omdat ze toch nog een verbinding hebben met Nederland, wilden we dat eigenlijk als een soort investering bekijken, wat mogelijk is om een huis in Nederland te kopen. En daarbij hebben de oudsten moeite om in Hückelhoven hun draai te vinden. Wat zeg je? Kijk naar het volk hier, wat denk je nou? Ah, het zijn allemaal vriendelijke mensen, joh. Ja, zo vriendelijk dat het hele toren ons vies aankijkt. Ja, maar dat komt omdat ze last van hun ogen hebben, joh. Val maar mee. Je ziet het hele dorp, Miguel. Het hele dorp. Het hele dorp. Ben je er echt? Nee, je bent gek, jij. Met de oven. Oké, lopen ze gewoon 1 dag de hele dorp rond en dan ga je kijken wie je allemaal gaat. Ja, maar als mama met de honden wandelt, altijd lief, altijd aardig. Ik wou net zeggen, ja, tuurlijk. Ik vind het gek met die honden. Dat zou wel, ja. Dat zou wel jouw uitstraling zijn. Dat zal wel jouw uitstraling zijn, ja. Ja, dat zou wel aan denken. Maar of Rob en Tyla nu met of zonder kinderen op pad gaan, 1 ding blijft hetzelfde. Oh ja, het is 3:25 en om 3 uur moeten we daar zijn. Oeh, 38 minuten. Nee, meen je die? Ja, man. Van de 25. 35. Dan komen we minstens 13 minuten te laat. Oh, ik kom altijd te laat. Spannend huisje, hè? Ja. Ja. Rob en Tyla zijn op weg naar hun eerste bezichtiging in Kerkrade. Ik denk dat we gewoon eens goed moeten kijken nog. Ook zelf moeten kijken naar wat zoeken we ongeveer. En met ruimtes en prijs. Ze zien het huis als investering en tegelijkertijd een plek waar de oudsten kunnen wonen zolang ze nog niks voor zichzelf hebben. Maar ook voor de kinderen die in Landgraaf naar school gaan is het een perfecte uitvalsbasis. En dus zoeken ze een huis met veel kamers. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Jullie kwamen kijken. Ja, ja. Klopt. Het is goed. Kom maar in, zou ik zeggen. Hey, normaal beginnen we met boven, wat mij betreft. Ja, is goed. Ja, zeker. Het huis heeft 185 vierkante meter en staat te koop voor €250.000. Twee slaapkamers voor het deel. Je kunt heel eenvoudig zolderruimte ook nog bij gaan betrekken. Er zijn te weinig slaapkamers, maar Rob ziet overal mogelijkheden. Ja, want het is heel gek misschien, maar als je hier een dakraam in zou zetten, kan je hier misschien nog een bed kwijt. Misschien gaan we naar een etagetje lager. 3 slaapkamers hier nog. Ja, het is wel een idee, hè. Dan krijg je bed, een soort van bureau of dingen, en dan hier een kast. Ja, dat is ook ruim, hè? Ja, ruim. En ook heel ruimtelijk, omdat je heel hoge plafonds hebt. Wat nu eens een opbergkamer is, dan zou je eventueel nog een extra badkamer kunnen maken, eventueel met eenvoudige middelen. Precies, dus alles is... Goed te doen. Ja, zeker. Alles is mogelijk, zeg ik altijd. Een ruime hoekkeuken. Goede apparatuur ook. En zou je nog even ruimte hebben voor een extra vriezer of koeler of wat dan ook? Ja, ik denk het ook wel. Het is nooit zo als je het helemaal precies zoals je het zelf zou doen. Nee, dat zou niet leuk zijn toch? Nee, daarom. Ja, ik denk dat jij... Ik verwacht dat jij je misschien niet hoeft te bukken. Oh, ik hou van de kelder. Jij bukken? Je hoeft je nog niet eens te bukken, man. Niet normaal. De inrichting van het souterrain ziet Tyla al helemaal voor zich. En hier heb je nog ruimte voor fietsen en opslag. En,
Een bed. Ja? Een bed. Ja. Voor jou? Nee, voor hem. Oh. Hier nog een berging en een schuurtje. Voor als je nog niet genoeg opbergruimte had. Buiten, in de grote tuin, blijkt dat Tyler en Rob nog wel enig voorwerk moeten doen. Hoe ga je dat dan financieren als je het huis in Duitsland wil aanhouden en hier in Nederland een huis nog wil aankopen? Dat moeten we gaan bekijken en bespreken. We weten nog niet wat we kunnen krijgen. Oké. Dat is wel iets wat je moet onderzoeken voordat je echt een goed gedegen bod hier op zo'n woning zet. En hou rekening mee dat je dat eigenlijk dat huiswerk al van tevoren moet doen, snel. Want het gaat allemaal heel snel met die panden momenteel. Weet ik. Dat is nou zijn we aan het praten en volgende week is het misschien al verkocht. Ik weet het. Ja, zo gaat het momenteel. In huize Buddenbrück heeft oma Astrid de kudde onder controle. Wat is dat allemaal? Ja. En Rob en Tyla arriveren bij het tweede adres in Kerkrade. Yes. Dat is een stukje lopen, maar dat is geen parkeerplaats voor de deur. Nee, dat is wel een dingetje. Ja, dat is wel een dingetje, ja. Ik ga niet met al die kinderen zo ver lopen als we een keer hier zijn. Ja, maar ik zag wel een oprit, hè. Dat zie je wel. Oh, oké. Okay. Hallo. Hallo. Ja, dat mag ik wel, ja. Hoi, goeiedag. Hoi, kijk Linde. Ik heb hier links een pompje staan. Een beetje split level idee zo, hè? Ja, klopt inderdaad. Dit is een woning met heel veel ruimte, 185 vierkante meter woonoppervlakte. Ja, dat is lekker groot. En hij heeft ook nog een ruime zolder. Dan kan je boven ook nog slaapkamers maken, hè? En je kunt makkelijk één of twee ruimtes maken hier, hè? Veel kamers, joh. Zo, 1, 2, 3, 4. Boven, als je de zolder meepakt, heb je twee kamers. Dan heb je hier 7 peuter, bijvoorbeeld. Maar klein, hè? Bedje, kastje, bijvoorbeeld. 8, 9 en daar 10, bijvoorbeeld. Ze zijn enthousiast en Rob's handen beginnen al te jeuken. Dat is vrij ruim, hè? Elke woonkamer. Ja, dat is een ruime kamer, hè? Als je hier een lange tafel kwijt kan, van 3,5 meter, moet in principe wel lukken, 3,5. Want volgens mij is dit iets meer dan 4 meter, zou ik verwachten. Het zou iets van 4 meter zijn, dit. Ja, het is echt wel Ja. En er is nog een grote garage. Oh, niks aan. Jawel. Als ik je nou vertel dat je hier gewoon nog een verdieping bovenop kunt bouwen. Oh, als je naar dit dek kijkt hier. Hè? Ja, dat kan inderdaad. Dan zou je wel een vergunning moeten hebben, natuurlijk. Ja. Vraag je af waarom ze dat zouden doen, hè? Ja, en ook wel een hele fijne ruimte. Je kan er eigenlijk ook heel veel kanten mee over zeggen. En de vraagprijs was 2 ton, hè? 2,50. Oh, 250. Oké, 250. Ja. Ik weet niet of jullie toevallig al een keer een hypotheekgesprek hebben gehad of iets dergelijks. Nog niet. Ja, maar daar is natuurlijk veel kijk naar, denk ik. Hè? Ja, er zijn wel genoeg bezichtigingsaanvragen voor de woning. Ja, dat is natuurlijk inherent aan deze tijd. Ja, dankjewel. Rij jij nu? Ja, ik denk wel. Ben je bang bij mij in de auto? Ja, eigenlijk wel, hè. Ook hier liggen kapers op de kust. Maar dit huis is wel precies wat ze zoeken. Ja, wel in zoverre opgeleverd dat je er niet heel was gestuukt veel... was. Ja, je legt er nu inderdaad een nieuwe vloer in en wat behang of leuke verf. Maar voordat ze verder dromen, is het afwachten hoe het thuisfront straks zal reageren.